Een hele goede morgen. Het is vandaag 30 december, de dag voor Oud en Nieuw. En ik heb er zin in om vuurwerk af te steken. We zijn vandaag voor een dag als bij Kapper Cor. Dit is een eenmalige aflevering. Seizoen 2 komt eraan in 2020. Maar voor nu kunnen we natuurlijk niet laten om even langs te gaan bij vuurwerk Kapper Cor. Ik heb er zin in. Laten we naar binnen gaan. Let's go. Kijk eens. Hoi, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Martin Zonneveld. Oké, is dit uw winkel? Dit is mijn winkel, ja. Oké, zou je een kleine rondleiding kunnen geven aan ons? Tuurlijk, loop maar mee, man. Oké. En hoe lang wordt er hier eigenlijk al vuurwerk verkocht? We verkopen dit jaar 49 jaar vuurwerk, dus volgend jaar hebben we jubileum. En ik kan me niet voorstellen dat u hier al 49 jaar staat. Nee, ik sta zelf hier nu 25 jaar. Ja, en in die 25 jaar is er dan veel veranderd qua wat mensen kopen? Ja, het gaat nu echt voor het grotere vuurwerk, de grote compoundboxen, de grotere potten. En vroeger was het meer rotjes, babypijltjes, Romeinse kaarsjes. Maar zijn er wel trends bijvoorbeeld in de afgelopen jaren? De trends voor de jongeren is de afgelopen jaren de kleine mortiertjes. Maar die mogen waarschijnlijk vanaf volgend jaar niet meer verkocht worden. En vroeger waren het natuurlijk echt de rotjes en de grondbloemen. Oké, en waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar mijn grote opslag waar 8000 kilo in mag. En ik denk dat er nu nog 2000 kilo staat en ik krijg zo meteen nog 2000 kilo geleverd. Oké, ben benieuwd. Oké, wat hebben jullie allemaal gekocht, jongens? Ik heb 3 van deze pakjes gekocht. En die zijn heel erg hard. Heel erg hard? En daarom is het gekocht? Zeker. Dus jullie zijn niet van het siervuurwerk? Nee. We hebben 3 pakjes en bij mijn oma heb ik nog een pakje liggen en nog vlinders. Oh ja, en niet om te vergeten, we hebben ook nog de kleine rotjes. De kleine rotjes, die zijn altijd mooi, die doen het altijd goed. Ja, zeker. En hoe laat gaan jullie morgen beginnen met knallen of zijn jullie stiekem al begonnen? Nou, we zijn stiekem al begonnen. Oké, en morgen met Oud en Nieuw? Nou, dat is natuurlijk gewoon de hele dag door knallen, neem ik aan. Ja, zeker. En u zei net dat hier 8000 kilo in kon aan vuurwerk. Hoeveel ligt er ongeveer? Ik denk dat er nu zo'n 3000 kilo ligt. Ik probeer altijd wat lager neer te zetten, zodat je gewoon wat makkelijker kan werken en lopen ook. Ja, en in de afgelopen jaren, want hier ligt nu dus ongeveer 3000 kilo aan vuurwerk, wordt het dan allemaal verkocht of niet? De meeste wordt verkocht, allemaal liever niet, want dan moet ik nee verkopen aan de klant aan het eind van de dag en dat wil ik niet. Dus ik wil altijd wel een beetje overhouden. In zo'n bunker waar het wordt opgeslagen, een aantal jaar geleden in Enschede natuurlijk een grote ramp. Zijn er sinds toen maatregelen genomen? Nou ja, dit is een van de maatregelen sinds Enschede. Sinds Enschede hebben we deze nieuwe laten bouwen. Ook omdat we als enige door zouden gaan in de Heemskerk voor de vuurwerkverkoop, hebben we deze helemaal nieuw neergezet. Normaal is dit mijn garage, dus normaal staat mijn auto hierin. Het moet natuurlijk meerdere functies hebben. Ik kan niet voor 2 weken vuurwerk alleen in een bunker neerzetten. Dat is gewoon te kostbaar. Het is natuurlijk wel een beetje een ander soort video dan normaal, want we lopen niet echt mee. Maar we krijgen wel echt een kijkje in de keuken hier. Oh. En ik was best wel verbaasd, omdat hier gewoon 8000 kilo aan vuurwerk kan staan, nu 3000 kilo aan vuurwerk staat. Ik ben trouwens wel benieuwd hoeveel kilo wij in huis mogen hebben. Kijk, ik zie hier bijvoorbeeld ook sprinklers hangen. Ja, klopt. Is dat ook voor een reden? Nou ja, dat is verplicht, anders mag je geen vuurwerk verkopen. Zoals in mijn winkel waar ik het verkoop, hebben sprenkelers. De grote bunker waar we net geweest zijn, die hebben sprenkelers. En deze hebben ook sprenkelers. Dat is voor de veiligheid. Stel, het zou afgaan, het vuurwerk, dan gaan we sprenkelen in 1 keer aan. Ja, het is jammer voor mijn handel, maar het is wel voor de veiligheid. En hoeveel kilo mogen mensen thuis hebben qua vuurwerk? Mensen mogen 25 kilo thuis hebben liggen. Wat heb je allemaal gekocht? Ik heb potten en rotjes, Thunder Kings, gewoon knalvuurwerk en siervuurwerk. Maar vooral knalvuurwerk zo? Ja. En waarom? Omdat het het leukste is. En waarom vind je het zo leuk? Nou, het knalt hard en het geeft je een kick. Oké. En even kijken, je tas even open. Het is best veel. Hoeveel kost het nou zoiets bij elkaar? 120 euro. Zelf moeten betalen of had je pap even... Nou, uit mijn vaders portemonnee. Goed zo. En ga je morgen netjes wachten tot een bepaalde tijd met afsteken? Of ga je gelijk morgenochtend klaarstaan afsteken? Gelijk morgenochtend. Goed zo, veel plezier. Het is een bepaald soort vuurwerk dat in de afgelopen jaren is verboden.
De afgelopen jaren, heel lang geleden, waren dat gillende keukenmeiden. Daarna zijn de babypijlen verboden. Toen eerst de Romeinse kaarsen, toen de babypijlen. Dit jaar mogen we voor het laatst de grote Chinese rollen verkopen en de single mortieren, de grote single mortieren. En wat zijn daar de redenen van dat die uit de handel gaan? Dan moet je bij de overheid wezen. Single mortieren en Chinese rollen, dat is categorie 3. En hun denken als we categorie 3 vuurwerk gaan verbieden, dan zijn we goed bezig. Maar ze zijn juist fout bezig, want mensen willen toch een grote Chinese rol hebben. Dus die gaan ze nu of massaal inkopen en inslaan. Of ze gaan volgend jaar naar België die illegaal halen. Zo, nou dat was mijn dagje wel. We zijn dus even gaan kijken bij Kapper Cor wat ze allemaal hebben in de verkoop. We zijn achter de schermen geweest. En ik zou zeggen, een heel fijn nieuwjaar. Ik heb even een veiligheidsbril. Jongens, wat gaan jullie kopen voor oud en nieuw? Thunder Kings. Thunder Kings? Oké, nou veel plezier. Alleen maar knalvuurwerk? Ja. Geen siervuurwerk? Misschien een beetje. Een beetje, oké. Nou, gelukkig nieuwjaar. Adios.